Goedemorgen, we zijn vandaag op vrijdag 28 augustus bij de 7e aflevering van de serie Boerin vertelt. En vandaag is Boerin Willeke die gaat vertellen en rondleiden op haar melkveebedrijf in Wilnis. Je ziet hier al even de aankondiging en laten we eens even kijken hoe het er op hun bedrijf aan toe gaat als je daar aankomt. Laat ik meteen even zien. Het heeft ze even opgenomen op de fiets. Klein tikje versneld. Maar je ziet dus de windmolen bij de koeienstal met daarboven dus de vergader-evenementlocatie. Weilanden omheen op het platteland. Rustige omgeving waar ruimte genoeg is. Apart fietspad. En dan komen we op nummer 38 in Wilnis aan bij Milk & Meetings, Dairy Farm Peek. En zo fietsen we gelijk naar de stalruimte toe. En bij deze poort ontmoeten wij dan weer Willeke Peek. Hallo. Hoi, zullen we naar binnen gaan? Ja, ik loop hierheen. Je loopt nu naar de vergaderlocatie toe en ja, kijk eens wat een ruimte eromheen. Op de boerderij is op het platteland ruimte genoeg binnen en buiten. Dus buiten. Kijk, dit is de ingang. Zo, we zijn binnen. Waar ben je nu? We staan nu in de lunchruimte, Jacqueline. Ik moet even wat tranen uit mijn ogen halen van de wind. Dus ik moet even... Zo, gaat beter. Wie is Willeke Peek? Ja, ik ben Willeke Peek. Ik woon in Wilnis. Ik ben getrouwd met Robert. We hebben 5 kinderen. En de afgelopen jaren hebben we hier een... ontvangstruimte gebouwd voor aan onze melkveebedrijf. En jullie hebben dat nieuw gebouwd? Ja, de stal is, het is eigenlijk een uitbouw van een jongveestal geworden. Maar in feite is die helemaal nieuw inmiddels, dat klopt. Ja. Klinkt het hier heel hol? Anders ga ik even naar boven. Daar is het misschien wel wat makkelijker. Ja. Waarom wil je een evenementenlocatie? Ja, waarom zijn we dit begonnen? Eigenlijk zijn we pas 2 jaar geleden, ruim 2 jaar geleden, hebben we plannen gekregen om onze stal uit te bouwen. En dat had ook te maken met dat wij toen al onderweg to Planet Proof melk aan het wilden leveren. En we dachten dat we in de oude stal eigenlijk daar niet meer mee uit de voeten zouden kunnen. En ook omdat de eisen steeds scherper werden. Ik zal even een beetje rondlopen hier, zodat je een beetje kan kijken hoe de ruimte is. Ja, dan ga ik even uit beeld, dan kunnen we wat meer zien. Zo, dit is de voorkant. Oh, even donker. Ja, dat klopt. Maar wat eigenlijk, ik zal eventjes het beeld een beetje de stal inrichten, want we hebben hier dus zicht in de stal. Nou, wij wilden dus heel graag wel, qua duurzaamheid, wilden we wel voorop blijven lopen. En in de oudere stal, ja, de eisen worden ook steeds zwaarder, dachten we niet dat we dat nog lang vol zouden kunnen houden. En we hebben nog eventjes te gaan, dus we dachten van nou, dan gaan we het goed aanpakken. We hebben dus nu een maatlatstal gebouwd, waarbij eigenlijk ook bovenwettelijke eisen worden gesteld aan allerlei duurzaamheidsproblemen. Ja, ik hou niet zo van het woord duurzaam, maar het gaat dus over dierwelzijn, het gaat over een stukje natuurbeheer, het gaat over brandveiligheid, het gaat over ammoniakuitstoot. Eigenlijk al die thema's komen in zo'n maatlatstal, komen die terug en dan moet je een minimaal aantal punten scoren. En wij hadden wel vaker dat we groepen ontvingen.
En wij waren dus al van plan om een ruimte te maken boven in de stal. En toen zeiden we van, nou, als we dat dan doen, dan gaan we het ook goed doen. En dus dat is uiteindelijk dit geworden. Ja. We hebben een live kijkers erbij, Joelle Angerend van Woerkom. En die hoorde tot nu toe alleen Willeke. Dus alles wat ik gezegd heb kwam niet naar voren. Zijn microfoon Okay. stond scheef aangeschakeld. Dus bij deze, we zijn aangekomen bij Willeke Peek in Wilnis. In het begin heb je de video gezien hoe je aankomt rijden op het bedrijf. Met landelijke omgeving, weilanden alom. En ze hebben dus een evenementlocatie gemaakt op hun melkveebedrijf. En nou ja, Willeke konden jullie wel horen, begreep ik. Dus excuses en bedankt, Joelle, dat je het even laat weten. Laat ook even weten of ik nu dus wel goed te verstaan ben. Dank jullie wel voor jullie oplettendheid en dat je er live bij bent, uiteraard. Nu beide goed te verstaan. Helemaal top. Ja. Gelukkig heeft Willeke het meest verteld. En ik ben dus Jacqueline Peek van Farming Biz. En ik wil zoveel mogelijk mensen een Nederlandse boerderij laten beleven. Dus onder andere via dit online interview. Dus even kijken. Ja, Jenny, super. Dank dat je het even laat weten. Of ja, die hoort nu ook goed. Jolanda, Elsinga is er ook bij. Leuk dat je erbij bent. We kunnen je horen. Top. Dat gaat toch een stuk makkelijker. En kijk eens wie we erbij hebben. Robert Peek, nu wel te verstaan. De man van Willeke in dit geval. Bas, oké, dat is in ieder geval geregeld. We gaan weer goed van start. Marga, ook leuk dat jij erbij bent. We zijn dus aangekomen boven bij de zaal die te huur is. En die kan je in verschillende manieren opstellen natuurlijk. Hoeveel mensen kunnen er corona-proof zitten, Willeke? Nou, kijk, hij staat op dit moment in een opstelling. Daar kunnen, ik heb nog wel iets te veel stoelen staan nu, maar daar kunnen de 16 in deze opstelling staan. Dus corona-proof. Normaal gesproken natuurlijk kunnen er wel tot 30 personen hier terecht. Als we het hebben over theateropstelling, dan kun je ook alsnog wel tot 25 mensen. En we waren net beneden in de lunchruimte. Daar kan ik ook echt wel tot 20 mensen echt wel corona-proof laten lunchen. Dus ik kan best nog redelijk grote groepen ontvangen, coronaproof. Ja. Ja, oké. Want je hebt ook nog, als mensen even naar buiten willen, kunnen ze dus de trap of naar beneden. Daar is buiten genoeg Ja, ruimte, maar maar. we kunnen ook kijken. Ik heb ook hier buiten een terrasje. Dus we kunnen vanuit de bovenzaal kunnen mensen ook even een luchtje scheppen. Zo, en een uitzicht bekijken. Dus oh. En met een heel mooi uitzicht. Als je geluk hebt, lopen de koeien er ook. Zal eventjes. Is het zo goed te zien of niet? Langs de weg, de wei. De koeien lopen nu net even ergens anders. Waai een beetje weg hier. Dus even Ja. de deur dichten. Maar dat kan dus vanuit de bovenzaal. Ik heb ook een hele leuke lounge. Kijk hier achter mij. Ik weet niet of je dat Ja, kunt zien. ik laat wel even beter zien. Met een Ja. bank, een hoekje. Toepasselijk koeienkleedje op de grond. Ja, ik heb allemaal hele leuke koeienhuidspulletjes inderdaad, om het een beetje leuk aan te kleden. Ja, Je hebt ook nog een en aan de speciale linkerkant lamp. heb je dus het zicht in de aan de voorkant van de kijk. Nou ben ik niet zo goed te zien, maar en aan de andere kant van de ruimte heb je dus zicht in de stal. Ik zal ook even de camera even draaien. Misschien. Ja. Moment hoor. Kijk. Dit is dus wat je ziet vanuit de ruimte. Heb je eigenlijk zicht in de robotstal? De stal is nu leeg, want de koeien lopen allemaal buiten. Ja, die kunnen zelf weer naar binnen toe lopen als ze Dan gemolken willen worden of willen eten of schuilen. dus loopt nog één koe in het strohok. Die heeft pas gekalfd. Draai weer even de camera. Zo. Helemaal goed. Ja. Vind je het leuk om nog even in de stal te kijken, Jacqueline? Ja, lijkt me goed plan. Er is niet zo heel veel te zien omdat de koeien allemaal buiten staan, maar ik wil er wel even heen lopen. Ja. En je zei, je hebt dus een nieuwe stal gebouwd voor Planet Proof. Buiten heb je ook nog het een en ander aan energieopwekkers geplaatst. Ja, we hebben
We hebben meegedaan, ik zal even hier het verhaal vertellen, want anders heb je misschien last van de wind. We hebben meegedaan aan een energie-neutrale melkveehouderijproject. En daar hebben we veel van geleerd. En we hadden al zonnepanelen. En inmiddels hebben we er ook een windmolen bij gezet. En samen met de panelen hopen we dan, met ook nog wat besparingen erbij, dat we helemaal energie-neutraal kunnen draaien. Ja, ik loop even naar de stal nu. Ja, dus, zowel voor dierenwelzijn, natuur en klimaat daarvoor aandacht. De bereikbaarheid is ook altijd wel een dingetje voor als mensen een evenement willen organiseren. En parkeergelegenheid. Ik loop nu de hygiënesluis in. Ik weet niet. Ik kan mezelf heel slecht zien. Kijk aan. En wat betekent hygiënesluis? Waar is dat voor? Ik zal even zo doen. Het klinkt hier heel hol. Ja, dit is de hygiënesluis. Dat is om alle bezoekers komen eigenlijk via deze ruimte. Ik zal hem ook weer eventjes omdraaien. Wacht even hoor. Sorry voor mijn camera-expertise, maar die is heel slecht. Kijk, ik heb een schone kant. Dat is die kant waar je binnenkomt. Ja. Met een toilet. Ook hier. Dus het staat aan de schone kant. En dat is de vuile kant. Met Dat is voor als je de stal in wil, hè? Het is niet voor als je de vergaderlocatie in wil, maar als je de stal in wil. Ja, kijk, en bedrijfskleding. Om dierziekte buiten te houden. Ja. Nou, dan loop ik de stal in. Ik zal de camera. Wacht even. Ja, daar ben ik weer. Ja. Het is wel heel gedoe hoor, met die selfie-stick. Maar het gaat goed. Ja, het went snel. Je hebt hem net 2 dagen binnen, toch? Ik draai hem nog eventjes. Ja, ik. Dan zien we daar de ruimte boven. Ja. Vergaderruimte. Klopt. En daar zien we diezelfde koe weer. Ja. En waarom is deze koe binnen? Die heeft gisteravond gekalfd. Dus die mag nog even met stro opblijven. Ja, even luxe beetje. We lopen nu even naar de robotruimtes. Ik zet hem er even terug. Ja. Ja, daar ben ik weer. Voor de kijkers, als je een vraag hebt, typ hem in. Dan kunnen we hem gelijk live stellen aan Willeke natuurlijk. Of als je zegt van, nou, wat ziet het er mooi uit. Dat horen we ook graag natuurlijk. Duimpjes, hartjes. Laat het weten. Ik kan je heel slecht verstaan hier, Jacqueline. Dus ik loop even naar boven. Ja. Er staat nu geen koe in, hè? Wat zeg je? Er stond nu geen koe in de robot. Jawel, ik had er net al een paar in staan, maar het is daar zo'n lawaai. Dus ik versta jou niet meer. Dus ik loop nu eventjes de stal in. Hier achter me zie je weer de vergaderzaal. Ja. Met het zicht in de stal. Klopt. Ja. En ik zal eventjes de camera weer draaien. Zo. Die staan dus in de stal. Kijk, cool. Robert doet de boksen. Je ziet te zien. Ja. En hier gaan de koeien naar de weide toe, via de weidepoort. Er wordt echt gemeten welke koe waar is dan, hè? Welke koe naar buiten mag. Nou, bij deze nog niet, maar de koeien mogen pas naar buiten als ze gemolken zijn. Maar zoals je ziet is alles gemolken inmiddels door de robots, want de hele stal is verder leeg. Oh, daarachter loopt een koe. Oh, dat is te ver weg voor jullie om te zien, denk ik. En hier staan op de laatste in de wachtrij. Ja. Om nog gemolken te worden. En die gaan ook zo meteen naar buiten. Kijk, daar gaan ze. Kijk aan. Ik draai hem weer eventjes om. Ja. Zo. Nou, helemaal goed. Eens even kijken. Ilse, die zegt... mooi bedrijf, zeg. Kijk. Dankjewel. Dankjewel. Mooi voor het compliment inderdaad. En voor wie is de evenementlocatie bedoeld? Ik richt me voornamelijk op het wat hogere zakelijk segment. Dus grote bedrijven, internationale bedrijven. En dan met name in de regio Schiphol, Utrecht, Amsterdam. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn doelgroep. En voor de rest verhuur ik het ook voor evenementenbureaus die gewoon een locatie zoeken om iets te organiseren. Dat is ook mogelijk.
Of bedrijven die een productpresentatie hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat ze ook mogelijk kunnen doen. Ja, het is een vergaderlocatie, maar je kunt er heel veel dingen mee. Zolang het besloten groepen zijn, is eigenlijk heel veel mogelijk. Dus, ja. En buiten kan ook natuurlijk het een en ander opgesteld worden, bijvoorbeeld. Ja. Coronaproof hebben we inderdaad gezien. Dat is geregeld. En bij de ingang staat dan ook desinfectiemateriaal, zeg maar. Catering. Catering. Ik heb zelf geen horeca, verstand van horeca. Dus ik hier aan onze eigen weg zit een prachtige golfbaan. En die gaat ook, de keuken van de golfbaan gaat mijn catering verzorgen. Ik vind het heel leuk om samen te werken met mensen uit de omgeving. Ik heb ook contacten met onze achterburen van de boerderij. Dat is een zorgboerderij en die willen voor mij zelfs ook appeltaarten bakken. Dus ik vind samenwerking met andere lokale bedrijven vind ik heel leuk. Dus dat besteed ik dan ook graag uit. Ja. Inderdaad. Want er is vanuit de golfbaan wordt bij wijze van spreken de catering ook geregeld. Hè? Dus dat is dan samenwerking en met streekproducten. En als mensen naar buiten willen, kunnen ze ook nog aardig wandelen, had ik begrepen. Ja, hiervoor aan de voorkant van onze boerderij ligt een gebied van Staatsbosbeheer. En daar loopt een wandeling doorheen van ongeveer 6 kilometer. Dus daar kun je zelfstandig een wandeling maken door de weilanden. Maar het is ook mogelijk op ons eigen bedrijf. Wij hebben achter ons bedrijf zo'n 70 hectare huiskavel. Dat is genoeg te lopen. Dus je kunt ook samen met onze jager. En die verzorgt eigenlijk, die zorgt er eigenlijk voor dat we... Ja, dat de wildstand hier op een aanvaardbaar niveau blijft. Dan heb ik het met name over ganzenbeheer. En hij kan hele mooie verhalen vertellen. En het is ook mogelijk om met hem een wandeling te maken. Oké. Ik zie een vraag. Even kijken van Jolanda, Robert en Willeke. Het ziet er allemaal keurig uit. Prachtig. Dankjewel, Jolanda. Yes. En Joella, kun je een rondleiding krijgen door de stal na of tijdens je vergadering of evenement? Ja uiteraard. Die kun je bijboeken. Ja. Heel goed. En ik dacht dat er nog een vraag was. Even naar beneden scrollen. Mijn pijl werkt even niet mee. Even kijken. De vraag van Joella zag ik als laatste. Kijk even op mijn iPad. Intussen. Vertel, hoe ze, als ze willen boeken bij jou, we hebben een website, laat ik die ook even... Ik ga samenwerken met een boekingsbureau eigenlijk, ja ik denk dat ik het zo moet noemen, dat is Meetables. En als je op onze eigen website aanklikt reserveren, dan word je doorgelinkt naar de website van Meetables. Ja. En daar kun je eigenlijk helemaal een offerte op maat kun je daar samenstellen. En die krijg ik, uiteindelijk krijg ik daar melding van. En uiteindelijk zal ik ook persoonlijk contact opnemen of er verder nog wensen zijn. En dat gaat vrij makkelijk. Ja. Oh, oké. Ja. De website is nog niet helemaal operationeel. Mijn eigen website is nog niet helemaal klaar, maar... Ik hoop wel aankomende week en zeker na 21 september moet alles helemaal draaien. Kijk aan, de website is al wel online inderdaad, maar het boekingssysteem is er nog niet geheel in. Ik laat hier even de Facebookpagina zien, want die is al wel flink in gebruik natuurlijk. Ja, al een tijdje. Daar kan je ook dingen zien van de aanbouw, hè, van de inrichting en dergelijke. Dus dat is Milk and Meetings op Facebook. En ook op Instagram ben je daar te vinden met Milk and Meetings. Ja, klopt. Dus dan kijk daar ook even op terug om te kijken hoe de verbouwing geweest is, maar ook hoe de spullen aangeleverd werden en assortiment uitgekozen voor in je zalen.
Even kijken of er nog meer vragen zijn. Heb je nog een vraag? Stel hem nog even, dan kunnen we hem gelijk beantwoorden. Ik zie nu even geen nieuwe vragen binnenkomen. Even kijken. Dus ga naar de website voor meer informatie. En, loop weer even naar beneden, Jacqueline. Want... Ja. Ik zal even de website aangeven, milkandmeetings.nl of .com, dan kom je ook daarop uit. Kun je daar nog niet boeken, wil je meer informatie, schroom niet, bel Willeke en stuur een e-mailtje of een pb'tje. En dan gaat ze daar ongetwijfeld op reageren. Laat even weten, ook als je nu live kijkt, maar ook als je dit later terugkijkt, geef even een duimpje of een hartje. En het zou leuk zijn als je dit ook deelt, zodat er nog meer mensen weten dat er een nieuwe locatie is tussen Amsterdam en Utrecht. Dus ideale plek, ook vlakbij Hoofddorp voor een evenement op het platteland waar genoeg ruimte is. Dat is ook heel belangrijk in deze tijd natuurlijk. Volgens mij al van alles gezien. Oh ja, parkeren. Dat is geen probleem voor een aantal auto's en dergelijke voor de bezoekers. Ja, ik zal het even laten zien, want ik sta precies op de plaats. Kijk, timing. Kijk, achter op het erf hebben we heel veel ruimte. Dus je kunt hier allemaal op het erf is voldoende ruimte voor 30 parkeerplaatsen. Oh, oké. Okay. Helemaal goed. Dus heb je een evenement en zoek je een nieuwe locatie, aparte locatie. Kijken wat er allemaal nog wel kan inderdaad in deze bijzondere tijd. En waar je met elkaar afstand kunt houden op het ruime platteland. Dankjewel Willeke. Heb je nog iets toe te voegen? En denk van, oh, dit wil ik nog kwijt aan de kijkers. Nou, eigenlijk niet. Ik heb denk ik alles wel verteld. Dus ik, en anders, ja, ik nodig iedereen uit, uiteraard, om hier te komen kijken. En ik vind het hartstikke gezellig. Dus als er mensen hier zijn, we leven toch een beetje op een eiland, op een boerderij. Dus ik hoop dat er veel mensen komen. Ja. Inderdaad. En ja, zo kunnen we ook een stukje bijdragen aan verbinding tussen stad en platteland. Kom kijken hoe het er is. Kom het beleven. Net zoals je ook een boerderij kan opzoeken waar je producten kan kopen. Zo heb je bijvoorbeeld findfarm.nl waar je boerderij op kan vinden om dingen te kopen. En hier kan je dus recreëren, vergaderen en bij elkaar komen. Ja, dankjewel. Oké, okay. Super bedankt allemaal en deel deze video en tot ziens, wie weet, in Wilnis. Groetjes!